had dus een rode jas aan. En aan het einde van de dag was ik helemaal... Ik zat helemaal onder de poeder, waardoor mijn jas gewoon helemaal donkerbruin was. Onherkenbaar, ik moest die wegdoen. Hi, ik ben Ostrita en vandaag ga ik jullie vertellen over Holy Pogrom. Holy Pogrom, ook al bekend als het kleurfestival, is een feest dat gevierd wordt in maart. En het is een hindoeïstisch feest waarbij de overwinning van het goed op het kwade wordt gevierd. Nou, ik vind het speciaal omdat het verschillende culturen bij elkaar zijn. En het is niet alleen een hindoeïstisch feest, maar bijvoorbeeld in Suriname wordt heel groot gevierd op het onafhankelijkheidsplein. En als je daar rondloopt, zie je echt gewoon Creolen, Javanen, allemaal bij elkaar. Dus het is een feest dat ook echt iedereen bij elkaar brengt, want iedereen is gelijk. En als je bijvoorbeeld op onafhankelijkheidsplein gaat, is er niet alleen eten en heel veel kleuren, maar er is ook gezang en muziek en dansoptredens. Ik maak een geslaagde dag van Holy Pogrom wel als er een goede combinatie is van heel veel eten en lol beleven met mijn geliefdes. Mijn moeder bijvoorbeeld begint vroeg in de ochtend al met koken en dan maakt ze echt super veel gerechten, zoals bara, simosa, gujia. En het is ook heel leuk als ik al mijn vrienden kan zien en mijn familieleden, om hen dan toe te wensen. Voor mij is Holy Pogrom specialer geworden sinds mijn zusje er is. Want aan het einde van de dag ga ik haar dan altijd helemaal nat maken. Want we kunnen namelijk elkaar soepholy toewensen door middel van het insmeren van poeder of gooien van poeder. Maar ook, we smeren ook wel pasta, gekleurde pasta aan elkaar. Of we maken elkaar nat. Ja, het minder leuke van Holy Pogrom is de douche erna. Een van de andere herinneringen die me ook bijblijft is mijn eerste Holy-viering in Nederland. Want ik had het niet echt groot verwacht, als in Suriname. Maar het was toch wel leuk geworden, want we waren naar een park gegaan en ik had dus een rode jas aan. En aan het einde van de dag was ik helemaal... Ik zat helemaal onder de poeder, waardoor mijn jas gewoon helemaal donkerbruin was. Onherkenbaar, ik moest die wegdoen. Maar ja, dat is wel een leuke herinnering. Holy Pogrom is altijd een hele lange dag. Omdat je zoveel meemaakt en wordt vroeg wakker. En aan het einde van de dag ben ik er altijd helemaal kapot. Maar ik heb altijd wel gewoon een leuke dag achter de rug. Dit zijn mijn ervaringen. Wat is jouw ervaring?